Hey allemaal. Gisteren een dagje Londen. Superleuk, maar ook super vermoeiend om 4 uur moeten opstaan. En ja, vandaag hoor ik nog wel een beetje aan mijn stem. Het is nu ongeveer 5 uur in de namiddag. En nu begin ik echt zo'n dipje te krijgen. Dus het was een hele lange dag, want we zijn vroeg vertrokken met de Eurostar. En ook vrij laat teruggekomen om het meeste uit ons ticket te halen. Ik wil ook nog eens een shoplog doen van buiten. Dat was toch de bedoeling. Dus als ik het nu niet doe, dan gaat het gewoon blijven liggen en dan ga ik er de moed niet voor hebben. Vandaar dat ik er mij nu even aanzet. Ik ga er volledig doorgaan. Ik heb best wat beauty geshopt. Eigenlijk geen kleren. Daar had ik ook niet veel tijd voor. Ja, op zo'n 1 dag, je moet echt wel doordoen. Verschillende plaatsen proberen doen. Maar ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb meegenomen. Eerste halte, Supertruck. Dus wij komen van St. Pancras International. Daar komt de Eurostar toe. Dan nemen we de metro en dan stoppen we bij Marble Arch. Dat is voor ons zo het begin van Oxford Street. En een van de eerste winkels die je dan ziet aan de linkerkant is Supertruck. Ik heb nog niet zo vaak andere Supertruck winkels gezien. Ik weet dat er wel zijn, maar dat is zo de eerste waar dat wij binnen gaan. En op mijn lijstje stonden een aantal nieuwe kwasten van Real Techniques. Ik wilde heel graag deze kwast. Nu, die wordt niet losverkocht. Dus die zit enkel in deze core collection. En uiteindelijk dacht ik van, oké, ik ben nu hier. De keuze was er. Allee, de set was in de winkel. Ik heb ze allemaal meegenomen, want op zich kan ik ze wel allemaal gebruiken. Ik ben heel benieuwd. De Real Techniques kwasten zijn echt goed van kwaliteit, zijn betaalbaar. Dus ik ben benieuwd of deze ook zo in de smaak zullen vallen. Verder heb ik van Real Techniques ook de dupe van de Beauty Blender meegenomen. Dat is deze. Ja, zo'n sponsje. Ik ben nog nooit echt meegegaan in de hype van de Beauty Blenders. Maar deze was 6 pond en daarvoor vond ik het wel de moeite om hem eens mee te nemen. De bedoeling is dat je hem wast of ja, nat maakt, dat hij dan goed uitgeknepen wordt, want dan zwelt hij een beetje en dat je daarmee dan een heel mooie egale finish kan krijgen met je fondant taart. Dus heel benieuwd naar deze. Ik heb hem nog niet gebruikt, maar ja, je hoort er waarschijnlijk wel meer van. En als laatste in Superdrug, ik was op zoek naar de nieuwe zomercollectie van Models Own. Maar die was daar bijna volledig uitverkocht. Wat ik wel zag staan, was dit lakje van Models Own. Dit heet Coral Glaze. Ik denk dat dit een standaard lakje is, of ja, vast in het assortiment. Maar het is zo'n Hydra Gel lakje, of Hypergel, of Hypergel. Een gel effect nagellak in elk geval. Dus zonder dat je zo een gel UV-lamp nodig hebt, zou je toch ongeveer hetzelfde dikke, mooie, glanzende effect krijgen. Ik ben heel benieuwd, ik vond het echt een prachtig kleurtje. Dus ja, wie weet. Tweede stop, ietsje verder op de weg, is Selfridges. Nu, Selfridges is voor mij het allerleukste warenhuis in Londen. Je hebt er verschillende. Je hebt Selfridges, uiteraard Harrods, John Lewis, Debenhams, John Fraser, denk ik dat er nog eentje heet. Ze liggen allemaal ja, naast elkaar, dus je moet alleen maar Oxford Street blijven aflopen. Ze hebben er van alles, gaande van beauty tot kledij, tot handtassen, accessoires enzovoort. Maar Selfridges is zo ja, de standaard. Hele mooie etalages, mooie inrichting, prachtige collecties. Ze hebben er van alles wat. Dus ja, ik ging uiteraard naar binnen. Ik ging speciaal voor Charlotte Tilbury. De vorige keer dat ik in Londen was, was het eigenlijk preview van de nieuwe make-up lijn van Charlotte Tilbury. Ik had toen niks gekocht. Ik heb dat eigenlijk een beetje links laten liggen, want ik had een andere wishlist. En ik had natuurlijk, ja, ik kan niet blijven spenderen. Maar achteraf had ik wel spijt. Want ze heeft een aantal hele mooie producten. Ik had besloten dat ik er 2 mocht uitproberen. En ik had op voorhand mijn oog laten vallen op een oogschaduwpalet en ook een blush. Nu, de verpakkingen zijn erg mooi. Ze doen me een klein beetje aan Tom Ford denken. Maar ja, het is toch de eigen touch van Charlotte Tilbury. Het eerste dat ik heb gekozen is het oogschaduwpalet in ja, The Uptown Girl. Alle oogschaduwpaletjes van Charlotte Tilbury werken met 4 kleuren, waarbij dat er 1 is voor het hele ooglid, een ander om de arcadeboog aan te zetten, een derde om meer smoky effect te krijgen en dan de popkleur om zo in het midden van het ooglid aan te brengen voor een extra pop effect. Nu, ik vind dit een heel mooi palet. Ik heb hem vandaag ook onmiddellijk gebruikt. Dus het zijn zachte kleuren. Je kan hem dagelijks gebruiken, maar ook heel mooi smoky maken.
Dus ja, ik ben hier super content mee. En dan de blush waar ik voor gegaan ben, is deze. Deze heet Love Glow. En dan zie je dat die bestaat eigenlijk uit twee delen. Een cirkel buitenuit waarmee je dan jeukbeenderen kan aanzetten. En dan de cirkel binnenin. En dat is voor de pop. Dus de Cheek to Chic Swish and Pop Blusher. En dit is dan Love Glow. En ze zegt dan zelf op de achterkant staat duidelijk van de buitenkant, de binnenkant, hoe je moet gebruiken. Ik had speciaal gebracht achter een rozige blush. Ik had op voorhand al mijn, mijn research gedaan. En deze was een van de kanshebbers. En ook in het echt was dit toch wel de mooiste op mijn huid. Dus ook hier heel content mee. Deze heb ik vandaag wel niet op mijn wangen. Dat is voor een volgend stukje. In Selfridges, dus ze hebben daar niet alleen beauty, niet alleen kleren en accessoires, maar ze hebben daar ook een hele afdeling met snoep, jellybeans, macarons en ook wat van dat Amerikaans snoepgoed. En ja, het was denk ik een uur of 11 lokale tijd. Ik had al wat honger en ja, kon niet meer staan. Dus een eerste zakje, Reese's Peanut Butter Cups. Dat zijn zo van die minietjes. Ik ben hier niet super ondersteboven van, maar ze zijn wel lekker. Ze doen een klein beetje aan, ja, gemalen Snickers, denk ik. Dus dit was één. Deze zag er ook goed uit. Hershey's Kisses, melkchocolade met amandel. Ja, en je ziet de zakjes zijn al lopen, want op de terugweg, op de Eurostar, had ik een beetje trek. Dus ik heb ze al geproefd. En dan deze nog, twee pakjes Twizzlers met aardbeiensmaak. Ja, je had ook van die hele grote pakken, echt met die mega Twizzlers, maar ik dacht, oké, die kleintjes zijn voldoende. En ja, die heb ik nog niet open gedaan, dus die zijn voor straks. Dan de derde stop. Ik denk dat de straat Molton Street heet. Daar is er een Space NK. Ook in Space NK moest ik even binnen. Ze hebben er van alles. Ook heel wat skincare, maar ik heb het op de beauty gehouden. Ze verkopen er namelijk ook Hourglass. En nu de ambient lighting poeders zijn de laatste maanden echt wel een hype op YouTube en op blogs. En ik had gezien dat ze, denk ik rond de kerstperiode, een limited edition palet hadden uitgebracht met drie kleinere versies van de poeders. Dus normaal gezien zijn dat poeders die apart verkocht worden, die iets groter zijn. Maar ja, je gaat zo'n poeder niet snel opmaken en het is wel leuk als je dan meerdere keuzes hebt. En nu heb ik gezien dat dat palet terug in stok was. Ik denk dat het terug permanent aan de collectie is toegevoegd en dat het enkel bij Space NK verkocht wordt. Dus het Ambient Lighting Palet bevat Dim Light, Incandescent Light en Radiant Light. Het ziet er zo uit. Dus een paletje met dan de drie poeders naast elkaar. En deze heb ik gebruikt vandaag om mijn foundation te zetten. Deze als highlighter, hier eigenlijk op de jeukbeenderen naar achter door. En deze is ietsje donkerder, dus daarmee heb ik mijn gezicht een beetje geshaped. Heel erg mooie poeders, zachte poeders, brengen heel goed aan. En ja, ik was wel heel content dat ik dit palet gevonden had, dat het ook gewoon een stok was. Wat ze daar ook hadden, waren de Hourglass blushes. Ambient Lighting Blush. Dus eerst hebben ze de poeders uitgebracht en onlangs zijn ze dan ook op de proppen gekomen met de blush versie ervan. En dat is een beetje de combinatie van een poeder of het Ambient Light poeder samen met een blush in verschillende kleuren. En ik ben gegaan voor Diffused Heat. Dat is ook een hele, hele mooie blush en dat is deze die ik dus vandaag ook op mijn wang heb gedragen. Ja, het is eigenlijk een combinatie van twee die door elkaar lopen en je zou denken dat het niet echt wel gepigmenteerd is, maar ik vond dat je toch wel heel snel resultaat zag op mijn huid. Ja, zalig, zacht en ook met deze aankoop ben ik super blij. Onze volgende beauty stop is een Boots geweest. Er is een vrij nieuwe grote Boots op Oxford Street. Daar hebben ze echt wel alles en daar hebben we ook heel lang in rondgelopen. Nu, uiteindelijk ben ik naar huis gekomen met twee producten van Soap & Glory. Alle twee body scrubs. Nu, een body scrub gaat er bij mij redelijk snel door. En de Pulp Friction heb ik al eens gekocht vorig jaar. Daar was ik ook heel tevreden van. Die is fruitig, creamy en die scrubt heel goed. En deze zag er ook wel goed uit. De Scrub Actually. Hier zit bruine suiker, witte suiker en abrikozenpitolie in.
Dus ja, dat klonk best wel goed. Soap & Glory is een heel fijn merk. Leuke verpakkingen, leuke namen. Ze hebben skincare, ze hebben beauty, ze hebben lichaamsproducten. En je hebt daar eigenlijk heel veel keuze in, zeker in zo'n grote boots. In de grote boots hadden ze een goede stok, want de zomercollectie van Models On lag daar wel. En dan heb ik de beach bag, waar ik initieel naar op zoek was, wel gevonden. Zo'n neon pastel oranje lakje. En ja, het was ook in promotie, dus ik heb hem dan ook maar meegenomen. En wat ik ook heb meegenomen is een Scandalize Waterproof Cool Control van Rimmel in de kleur Nude. Ik heb hier al een aantal keer in het kruidvat zitten kijken. En ze hebben wel een Rimmelstand, maar deze heb ik hier nog nooit gevonden. Dus ofwel is die altijd uitverkocht, ofwel hebben wij die gewoon niet in de collectie. Maar dit is dus een nude oogpotloodje dat perfect is voor de onderste waterlijn. En ja, het was eigenlijk niet al te duur. Rimmel is heel betaalbaar in het Verenigd Koninkrijk, omdat het van daar afkomstig is. Dus ik zag ze staan en ja, ik heb er eentje meegenomen. Nog bij Boots, de Charles Worthington Salon at Home Volume and Bounce Texturizing Spray. Nu, de spray van Oribe of Orbay, ik weet niet hoe je het best uitspreekt, is ook een grote hit en hype op YouTube, maar die is wel belachelijk duur voor zo'n spray. Dit zou een dupe-achtig product moeten zijn. Die was 7 pond als ik me niet vergis. Dus deze was ook heel rap in mijn mandje gegooid. Ik heb hem deze morgen al gebruikt en het is inderdaad zo'n spray die je redelijk wat volume geeft. Ook een beetje een messy effect. Dus we gaan zien wat het uiteindelijke verdict hierover is. En wat ik ook in de boots gevonden heb is de Tangle Teaser. Deze stond ook al op mijn lijstje. Deze is ook al een paar jaar echt bekend, maar ik heb hem nog nooit gebruikt tot nu. Een vrij banale plastieke borstel die perfect zou zijn om knopen uit je haar te halen, ook met nat haar. En laat dat net nu zijn waar ik heel veel last van heb als ik mijn haar gewassen heb. Ik heb veel fijn haar, dus ja, daar komen vrij rap knopen in. Dus ik ben benieuwd wat deze kan doen. Dan zijn we nog bij John Lewis binnen geweest. Ik was oorspronkelijk niet van plan om de Purity van Philosophy te kopen. Ik heb er wel over nagedacht. Ik had zitten twijfelen bij Selfridges, maar ik heb hem dan laten staan. Maar bij John Lewis was ik dan nog eens gaan kijken aan de Philosophy stand. Hij was een hele vriendelijke verkoopster die onmiddellijk zei van kijk, als ik je kan helpen. Ik wil even zeggen dat als je vandaag 2 producten koopt, waarvan 1 skincare product, dat je een hele mooie gift with purchase krijgt. En ze heeft het dan laten zien. Dat was eigenlijk best de moeite. Nu, ik ben dan voor de grote fles Purity gegaan. Ik ben mijn vorige aan het gebruiken. Ik zit ongeveer half weg. Dus ik gebruik dit heel vaak. Het is perfect om mijn make-up van mijn gezicht te halen. En het is echt zo'n product dat ik, dat ik aanraad. Ik vind het echt geweldig goed. En ja, het werkt gewoon. Maar mijn vriendin had het nog niet gebruikt. En die wilde dan de kleinste versie kopen. Dus op die manier hadden we 2 producten. We hebben dan een hele mooie gift with purchase gekregen. Oh jeez, het is al de tweede keer dat ik het niet kan uitspreken. Daar zat onder andere een full-size micro-delivery exfoliating facial wash in. Dat is deze, die wilde ik sowieso al proberen. Dus dat was heel fijn dat deze er gratis bij kwam. En dan nog een minietje van Purity en een travel-size hope in a jar dagcreme. Nu, de dagcrème heb ik ook aan mijn vriendin gegeven samen met de andere versie van de Purity. Dus we hebben het cadeautje eigenlijk verdeeld onder ons 2. Dus op die manier heb ik 2 Philosophy producten gescoord. De Purity en de Micro Delivery Exfoliating Facial Wash. En dan trokken we naar Covent Garden. We waren in de veronderstelling dat er nog altijd een Lush was, want dat is altijd al zo geweest, voor zolang als ik mij kan herinneren. Maar we vonden de Lush niet meer en we waren een beetje in paniek. want het was al de tweede Lush-winkel die we dan niet vonden of die niet open was. Uiteindelijk hebben we dan in de Apple Store even binnengewandeld en op zo'n iPad zitten zoeken. En blijkbaar is die uit Covent Garden verdwenen. We hebben terug de metro genomen naar Piccadilly en daar op Regent Street was er dus wel nog een Lush-winkel. En daar is mijn vriendin in losgegaan. Maar ik ben voor een backup gegaan van de Rose Argan Body Conditioner. Ik vind deze super, super goed. En in Engeland is die een pak goedkoper dan in België. Dus
Ik weet zeker dat ik deze ga gebruiken, dus het was voor mij wel de moeite om er nog eentje mee te nemen. Mijn laatste aankopen uit Londen waren terug op St. Pancras in de krantenwinkel. Een Harper's Bazaar en een InStyle. En bij die InStyle kreeg je dan nog een gratis lakje van Nails Ink in de kleur Copacabana Coral. Met die tijdschriften heb je echt wel hele leuke extraatjes. Iets dat we bij ons blijkbaar niet zo goed kennen. Maar deze zat er dus bij. En ja, deze twee moet ik nog lezen. Ik heb ze niet in de trein gelezen, want daar heb ik vooral mijn ogen toe gedaan. Maar ja, deze zijn voor straks nu leesvoer. En dan nog twee extraatjes. Niet van in Londen, maar wel van hier in België. Vandaag waren we eventjes in de stad en La Bottega, de schoenenwinkel, deed uitverkoop wegens verbouwingswerken. Dus het was met koppelverkoop. Dus 20% korting op de schoenen. En ja, ik liep daarin rond en ik heb uiteraard schoenen gekocht. Want ik ben niet zo'n fashion meisje in de zin van ik draag wel graag kleren, ik ga wel graag shoppen. Maar als het op fashion aankomt, dan zijn schoenen mijn dada. Schoenen zijn mijn verslaving. Ze passen altijd. Ze zijn heel mooi. Ze maken je been mooier. Je gaat er mooier van recht staan. Dus schoenen, ja, voor mij schoenen, dat is echt wel een, naast mijn beautyverslaving heb ik een schoenenverslaving. Dus deze mooie pumps van Guess mochten mee naar huis. Het zijn gewoon basic pumps met een ronde tip en een hak. De hak is niet super super hoog, in tegenstelling tot de meeste Guess schoenen. Maar dit zijn echt zo de basic Guess pumps. Die blijven altijd goed. Dat is een klassiek model en kan je ook altijd onder alles dragen. En ze zaten goed, dus ja, voor die prijs kon ik ze niet laten liggen. Ik heb ook nieuwe zomersandaaltjes gekocht, als ik dan toch bezig was. Dit zijn ze, platte sandaaltjes. Met een beetje bling bling en een teenstuk. Ja, gewoon heel erg basic. Maar ze zaten wel leuk en het leer is zacht. Dus ik hoop op veel zomerse dagen in de komende maanden, zodat ik al mijn mooie zomerschoentjes kan uithalen. Mijn Londen shoplog zit erop. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het super fijn. Ik hoop jullie ook. En ik hoop nog eens snel terug te kunnen gaan, want Londen is echt wel een heel, hele leuke stad. Zo, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!